Zelden vertoont dat het zo druk was tijdens een gemeenteraadsvergadering in Alphen aan de Rijn als donderdagavond. Honderden leden van tennisverenigingen Nieuwe Sloot en Theon waren naar het gemeentehuis gekomen om van de politiek en van hun voorzitters aan te horen welke donkere wolken zich gepakt hebben boven de beide tennisclubs. Het zit namelijk als volgt. De overkoepelende stichting die de tennisparken van Nieuwe Sloot en Theon beheert, verkeert al jaren in financieel zeer zwaar weer. Inmiddels hebben de problemen zich dermate opgestapeld dat er binnen 24 uur 129.000 euro gevonden moet worden, anders is de beheerder failliet. Bij een faillissement worden ook de tennisverenigingen zelf meegesleurd. En ook de gemeente Alphen gaat bij een faillissement flink het schip in, doordat de voorbije jaren voor ongeveer 4 miljoen euro aan bankgaranties is afgegeven om de aanhoudende problemen het hoofd te bieden. Het probleem zit hem in de binnenaccommodatie op het Nieuwe Slootcomplex. Die exploitatie is verliesgevend, omdat te weinig mensen op binnenbanen tennissen. Maar het complex van Nieuwe Sloot is net wel de locatie die de meeste mogelijkheden heeft voor racketsport in Alphen. En dus wil het college van burgemeester en wethouders en de coalitie in de gemeenteraad dat Theon verhuist naar het complex van Nieuwe Sloot en dat op de Theon-locatie huizen gebouwd gaan worden. Met die woningbouwopbrengsten kan de gemeente Alphen dan de schulden van de tennisstichting betalen. Tennisverenigingen Nieuwe Sloot en Theon zien allebei eigenlijk niets in de verhuizing. Het voelt voor hen alsof ze moeten bloeden voor de financiële problemen van de overkoepelende stichting. Ja, zo zou u dat wel een beetje kunnen zeggen inderdaad. Wij maken inderdaad gebruik van de faciliteiten van de stichting. En die stichting die zit nu eigenlijk in zwaar weer. Hè. Die kunnen hun financiële verplichtingen niet meer aangaan. En dat maakt eigenlijk dat zij nu met de gemeente tot een oplossing moeten komen. En ja, wij voelen ons daar wel onder geslachtofferd. Zowel voor Nieuwe Sloot als voor Theon is die stichting helemaal niet nodig. Ik bedoel, die stichting is daar puur voor het indoor gebeuren. En wij zouden als vereniging prima, zoals ARC, zoals de boys, zoals de hockey, whatever, zelfstandig kunnen bestaan zonder dat die stichting er is. Maar waar het feitelijk op het hele probleem op neerkomt, is dat er nog een miljoenenschuld is ter funding van de onroerend goed wat er staat. Terwijl feitelijk dat onroerend goed dat helemaal niet meer waard is, omdat er onvoldoende gebruik van gemaakt wordt. Dus er zal per saldo op een gegeven moment door iemand een beslissing genomen moeten worden dat er een paar miljoen ergens in gebouwen zit die niet rendabel is en daar moet wat mee gebeuren. Maar wethouder Van Velzen is niet van plan en ook de coalitie niet om die miljoenen voor rekening van de gemeente Alphen te nemen. En als de tennisverenigingen niet samen willen gaan huizen, moeten zij binnen 2 maanden met een ander plan komen. Ik stel me nog niet voor dat daar een hocus pocus bij zit. Het zal uiteindelijk hard neerkomen op het feit wie gaat de rekening betalen. En daarover ben ik helder als wethouder financiën ook. Daarom trek ik dit ook. Ik moet 5 euro ombuigen komende jaren om de begroting goed te houden. Wij praten hier ook over een bedrag van 4, 5 miljoen euro. Het kan niet waar zijn dat ik aan het ombuigen ben en tegelijkertijd roepen we van laat maar. Dat kan niet. Dus er zullen echt keuzes gemaakt moeten worden en die gaan ook pijn doen. Op voorhand, als het aan het college en de coalitie lag, was donderdagavond al besloten dat Theon naar Nieuwe Sloot verhuist. Maar omdat 1 raadslid van coalitiepartij Nieuw Elan ontbrak, had de coalitie geen meerderheid. Op aandringen van de voltallige oppositie, die pas diezelfde week in vertrouwen was bijgepraat over dit urgente probleem, is nu besloten dat de gemeente Alphen die 129.000 euro à la minuut betaalt om een faillissement te voorkomen. De komende 8 weken worden gebruikt om alle beschikbare informatie nog eens goed tegen het licht te houden, om in december een definitief besluit te nemen. Wat mij ontzettend verbaasd heeft is dat al die leden deze informatie van hun eigen besturen niet hebben gekregen. Dat is natuurlijk wel uitermate vreemd, terwijl dat al jaren loopt. En sommige voorzitters van de clubs die hier hebben ingesproken, gewoon daadwerkelijk in het bestuur van de SAT zitten. Het voorstel was ook dat de wethouder aangaf 10 jaar lang de exploitatie te gaan bekostigen van Nieuwe Sloot en dan in Nieuwe Stijl. Dus als er geïnvesteerd zou zijn. En daar zat eigenlijk niks onder om nou te zeggen, nou dat is een goed idee en als we het zo doen, dan redden we echt de tennis in Alphen. Of als we hier nou zoveel miljoenen tegenaan plakken, dan vanaf nu gaat het goed. Ja, en als je dat allemaal niet hebt liggen, nou, dan moet je er ook niet zomaar aan beginnen. Hè. Dan moet je eerst met elkaar goed doorspreken. Wat willen we nu eigenlijk? Het kan best zijn dat er ook nog iets anders uitrolt. Maar wat het anders is als er iets anders uitrolt, kan alleen maar te maken hebben met dat er ergens 4,5 miljoen moet worden gevonden
en dat is maar een deel van het probleem van Nieuwe Sloot, om dat gedekt te krijgen. En dat betekent dus gewoon, we kunnen niet 4,5 miljoen blijven weggeven zonder dekking. Dat zou een ontzettend raar verhaal worden. Misschien komt er wel hetzelfde uit als wat de wethouder heeft bedacht. Maar dan wel omdat we dat echt goed hebben bekeken met elkaar. De leden zijn gehoord. De tennisvereniging hebben hun stem laten horen. We snappen waarom het niet anders kan. En anders komt er misschien ook wel iets anders uit. Want juist door met elkaar daarover te hebben, kan er ook wel eens een ander plan ontstaan wat heel goed is.